Hey Eurotruck vrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag een korte tutorial over de vering van je truck. Ik heb gezien dat er heel veel mods zijn om die vering zo echt mogelijk te maken. Maar ik heb een trucje waardoor je dit heel gemakkelijk zelf kan doen en waardoor je dus geen mod nodig hebt. Mods die verzwaren eigenlijk heel vaak de game, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Nou, wat moet je doen? Je gaat even naar de documenten. De Euro Truck Simulator 2. En dan ga je naar de config map. Wat je hier doet, je zoekt de use. Je scrolt even wat naar beneden. En daar zoek je de. Moet ik even goed kijken. Developer. Je ziet zoveel dingen. Deze G developer, of hoe je het ook uitspreekt, weet ik niet. Die zat standaard op 0, die verander je in 1. En de controller. Dus deze developer, die verander je in 1. En nu de console. Ja. Kijk, als je het niet kan vinden. Dan druk je even op bewerken, zoeken. En dan tik je hier G laagstreepje console. Ja, die staat standaard op 0. Die verander je in 1. En datzelfde kan je doen bij die zoeken. Dan kan die niet vinden. Dan schrijf ik het waarschijnlijk verkeerd. Maar die twee, die verander je even in 1. Die staan standaard op 0. Die moeten 1 worden. Als je ze niet kan vinden, moet je even goed zoeken. Waarvoor doen we dit? Dat ga ik laten zien. Je doet even bestand opslaan. Ik sla hem niet op. Jij doet dat wel. Waarvoor doen we dit? Nou, als je in de game bent, zoals je kunt zien, dan druk je nu op de toets onder de escape en boven de tab en naast je nummer 1. Dat is het toets met het golfje erop. Kijk, daar komt de console naar beneden en dat hebben we nodig. Als ik je nu laat zien dat de vering standaard in het spel er zo uitziet met optrekken. En remmen. Dan is dat niet heel realistisch. Vanuit de cabine gezien, nou dit is optrekken, remmen, optrekken. Het is het allemaal net niet.
Dus wat we doen, we halen de console even naar beneden. Dan tikken we het volgende in. G, laagstreepje, trailer, laagstreepje, stability. Die staat standaard op 0,5. Die veranderen we naar 0. Nee, 0,3. Enter. Dan doe je nog een keer G, laagstreepje, truc, laagstreepje, stability. Die verander je naar 0. Die staat ook standaard op 0,5. Dus die verander je naar 0. En dan tenslotte G laagstreepje suspension laagstreepje stiffness. Die staat standaard op 1 en die verander je ook naar 0. Nou zie je het een en ander veranderen. En als je nu kijkt, kijk, dan komt die omhoog. Remmen. Vanuit de cabine gezien, remmen, optrekken. Dat optrekken is bij elke truc eigenlijk wel een beetje anders. Want als ik het met een Mercedes doe, dan zie je wel dat die verder omhoog komt. Maar dat hangt er ook denk ik een beetje vanaf wat voor motor erin ligt en dat soort zaken. Ik heb ook wel eens geprobeerd om de trailer op 0,5 te zetten. Of op 0 te zetten in plaats van 0,3. Maar dan ga je zien dat als je een bocht neemt, dat die gaat kantelen. Kijk, nu kan je deze bocht vrijwel. Hij gaat wel helemaal hangen. Maar hij gaat niet op zijn kant. En als je hem op 0 zet, nou dan gaat hij echt op zijn kant, toch? Ja, hij hangt lekker. Maar hij gaat echt niet op zijn kant. En als je die trailer dan wel op 0 zet, nou dan kan ik je nu al vertellen. Dat hij op zijn kant gaat. Nou, dan heb je dus weer wat geleerd waardoor je geen mod hoeft te gebruiken en waardoor je toch weer realistisch kan rijden. Dus ik hoop dat je wat aan deze korte video hebt gehad. En als het je heeft geholpen, vergeet dan niet het blauwe duimpje. En vergeet niet te abonneren. Dankjewel voor het kijken. En graag tot de volgende video. Doei doei!